Mix vier hobbykoks door elkaar. Poesje stoei. Tutto è finito. Ze presenteren elk drie gerechten. We smetten er onderop en eten ze weg. Amai. Dat is pittig. Oh. Ja, jongen. Ze kunnen punten scoren met het eten. Basic goed. Niet lekker. Totaal geen smaak. Ik vind het toch heel lekker. Snapje. En er zijn punten voor de sfeer. Idiot. Amor. Zo. Aan het eind van de week loopt de spanning op zijn hoogtepunt. En dat is... Dat is komen eten. Vrouwen achter de ploten en vrienden bij een wakke jonger. We beginnen deze week in het zonnige zuiden. Behalve dan dat we in het noorden zijn. En dat het niet zonnig is. Maar toch... Dit is Genk, het Napels van België, het epicentrum van de pizza. En dit is ook de passie van de 17-jarige Stefano. Dus daar hebben we de lekkerste pizza waar we nooit gegeten. We zijn hier in Daffelietje en hier is echt een restaurant waar ik mijn pizza heb leren maken. Altijd als ik niet op school zit, ben ik gewoon hier mijn pizza aan maken altijd. Heel mijn dag, mijn vrije dagen, kom ik gewoon naar hier, ik zet mijn deeg op en ik maak lekkere pizza's. Stefano heeft dan ook een grote droom. Well, pizza is delicious, pizza is profound. Een grote droom ook is ook dat ik zelf een pizzeria wil openen. Dat vind ik ook veel fijner, zelf baas worden. Stefania, in Napoli. Koken is eigenlijk het enige wat ik kan. Ik kan eigenlijk niks anders. Dit is wat ik kan en niks anders. Dat is zo. Altijd kijken naar de pizza, als die goed van je bak is van onder. Pizza pronto. En Stefano, wat denk je? Gaat je winnen? Ik hoop het. Je moet niet hopen, je moet er zeker van zijn. Daar. Ik heb je goed opgeleerd, dus je moet het goed doen. Ja. En je gaat winnen, altijd met volle kracht gaan. Okay. Goed? Geen probleem. Hebben jullie honger? Ja! Gelukkig zeg, anders had je die pizza's voor niks gebakken. Alsjeblieft. Kijk nou, bravo, een echte Italiaan. Mensen verwijnen dat zo bij mij altijd. Ik verwijn iedereen. En dan toch zo bescheiden gebleven. Ik ben super blij dat ik mede met komen eten. En hier zijn mijn supporters. Forza! Forza! Ik ben Marianne en ik doe mee aan komen eten voor de ambiance en de gezelligheid. Natuurlijk, ook voor het eten natuurlijk. Hè. Ja, we gaan toch bij drie andere kandidaten ook gaan eten. Hè. Daarvoor doe je wat mee. Hè. Alle stress vergeten, tot rust komen en genieten. Rust bij een Italiaan, dat wil ik nog wel eens zien. Proper zal het zeker zijn. Voilà. Voilà, dat is mooi proper ja. maken. Ja, is dat goed, schatje? Ja, zeker. Voilà. Oh. Mama gaat weg. Ja. Doe goed je best, hè? Dan gaat het een fijne feest worden vandaag. Ja. Dat komt wel goed, dat komt wel ja, goed. Ja. Dat is goed. Oké, is goed. Doe je best, ja, hè? Ik zal niet denken, mama. Ja, is goed? Ik ben geen kind meer. Ik voel me ook geen kind meer. Hè. Ik weet, ik ben 17 jaar. Nou, ik voel me zo niet, zou ik zo maar zeggen. Want sommige 17-jarige jongens die koken, die zijn nog kinderachtig. Ik ben niet zo. Ciao, ciao, iedereen. Ciao. Dan gaan we mannen wel kunnen staan. Dat gaat wel lukken. Voilà. Ik heb deze menukaart gekozen. Omdat het ook echt zo'n echte Italiaanse figuur heeft, vind ik ook. Amai. Dit ding. Italiaans, hè? Italiaans. Prima. Kleuren van Italië. Ja. En een Italiaans. Zo dus zal het een Italiaanse menu zijn. Zou wel eens kunnen. Daar zou ik alles voor geven, voor die kleur. Echt waar. Ik zou zelfs graag willen wonen in Italië. De toffetjes zijn zo gedekt. Bij een Italiaans. Zo. En het ronde doet aan een pizza denken? Nee. Dat is niet de vorm van de pizza. Echt niet. Hoe? Dat is toch rond? Dat is eigenlijk een vorm van de champignon wat ik ook zelf heb. Ik ga ook verse champignonnetjes maken. Zal er ook wel iets in zitten daarbij. Ah, het is de champignon van de kampioen. Ik kan goed koken. Ik zie er goed uit. Ik ben echt Italiaan. Ik kan de mensen goed ontvangen. En ik stoef nooit over mezelf. Voilà. Ik ga nu beginnen met de semifreddo. Uiteraard, dat kennen we allemaal. Semifreddo. Ja, Fredo noemt hem zeker. Die mens die een dessert maakt. Denk je dat dat koffie is? Een nagerechtje, maar ik weet het niet. Zeg me niks. Semifreddo. Nee. Leg het eens uit, Stefano. Zo houdt dat in. Dus ik ga eerst deze roosteren. Dat zijn hazelnoten. Wat daarbij komt is room en eigeelen opgeklopt. En in de diepvries. Dessert eten. Ik doe één. Tem eigenlijk wat, hè. En je mag er gewoon in. Meer moet je niet doen.
Dessert en fitnessen. Ja, ja. Het doet me wakker maken van een hele goede dessert. Deze zoete bek heet Werner. Je had het misschien al gehoord. Hij komt uit Nieuwpoort en hij wil nog snel wat kilo's kwijtspelen voor deze week. We hebben nog 2 minuutjes. Ja. Dag, we komen 2 keer in fitnessen in een week. En dat is de Milan-cirkel dat ik doe. Dus dat is 2 keer een rondje van 20 minuutjes, samen 40 minuten. En daar zie je hoe paf van ooit dat gedaan is. En dat voor een man van 56. Nou, minuutje Wender en dat tv-body, dat komt eraan, hè? Ja. Voorstel span je buik en trein. Nog koekje op staan. Ik wil er altijd goed uitzien, hè? Natuurlijk, op tv is nog een kraag. En dan moet je er toch iets beter uitzien dan, hè? Ten slotte ben ik me zo jong, hè? Ik weet het, Wender, ik weet het. Ik ken dat. Ik werk ook aan mijn lichaam. Hetzelfde voor komen eten, hè? Ervoor gaan, hè, jongens? Hela! Nu 4 dagen. Hoe? Gewoon eten met komen eten en toen weer komen of sporten, hè? Nadien 2 dagen, dask of 2 sporten. En het is er weer af. Terug naar de noten van Stefano. Ik ga de suiker tot karamel maken. Dat is ook wel, ja, dat is ook wel heel lekker. Dat is hetzelfde, voilà. Als je mijn kookkunsten proeft, dan weet je van... Het is van Stefano Strealis, zou ik zo maar zeggen. Mijn kookkunsten zijn heel anders dan de andere. Elk ander is anders van elke kok. Dat is echt zo. Als je mijn bord eet, dan proef je de amore van Stefano Strealis. Amor. Oh jee. La 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 la. Allez, de roulé. Ja. Willen we wel zoveel amore? Amor. La 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 la. Wanneer dat te zingen wordt. La 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 la. Ah, dat Italiaans. Het is toch een mooie taal. Alles goed bijeenschudden. Voilà, dat is klaar, zeg. Dan gaan we die nu hierop zetten. Voilà. Dat is al gereed. Nu gaan we over naar de eieren. 2 eierdooiers meer bepaald. En de suiker opkloppen tot een luchtige massa. Mijn liefde speelt erin, zou ik zo maar zeggen, in koken. Met koken ben ik heel, heel anders. Ik ben een heel andere Stefano, zou ik zo maar zeggen. Ben ik heel geconcentreerd op mijn eten. Alles moet juist tip-top in orde zijn. Indrukwekkend, zeg. Er gaat volle room bij. En dan moeten we gewoon de hele tijd goed mixen. Ik ben heel chill in de keuken, heel rustig. Ik jaag me niet direct op. Tenzij er iets fout gaat, dan voel ik me direct anders. Dan begin ik me zo op te jagen. En daar ook terug weg. Och, wat kan er fout gaan? Oké, een spatje hier en daar. Regel 1, als je met voeding bezig bent, is properiteit. Denk aan uw properiteit, Stefano. Ga eens even een beetje poetsen. Dat is een hele dure vuur. Als mama thuis komt en die ziet het, dan wordt hem kwaad. Ik wil ook wel een beetje opgeruimde keuken hebben. Ik heb geen ontplofte keuken, want daar kan ik niet tegen. Daar krijg ik stress van. Van rommel krijg ik stress. Ik kan altijd binnenkomen met mama, hè. Als je zoiets ziet. Ik ook eigenlijk niet geen, omdat de keuken, ja, volledig. Ja. Je moet dat gebruiken, Boef, hij heeft weer hetzelfde nodig. En door de deur is hij een stort in je keuken. Nee. Bij ons Italianen is, als we koken, koken we te goed. Dat is zo niet top. We koken eerst alles tot alles te goed is hier. En dan pas ruimen op. Rommel opruimen, denk eraan. Hij moet wel een rommel opruimen, daar word ik niet goed van. Rustig, Marianne, rustig. We maken kennis met deze Nederlandse dame uit Reti, in de Kempen. Marianne heeft een passie voor grote maten. Hoi, wat leuk, van Gret. Ja, goed. Oh, je ziet dat er goed uitkomt. Even je bent hier in mijn trotse winkeltje. Dames mode voor een maatje meer. En hoeveel meer mag dat maatje dan zijn? Ja, rond en gezond, hè. Maar ja, ja, ik heb ook een maatje meer, ja. Nou, mooi, hè? Geweldig. Super. Super, ja. Ik lijkt er niet zo dik bij, hè? Helemaal niet. Nee. Ik kleed geweldig af. Ik weet hoe moeilijk dat is om leuke kleding te vinden. Dus vind ik het een uitdaging. Ja, wil ik iedereen eigenlijk helpen om leuke kleding te vinden. Maria, even een beetje energie. Rust een bonbonnetje, hè? Ja. Voor dan allemaal pas, hè? Ja. Lekker. En heb je nog andere troeven, behalve dan de bonbons? Over mijn gezelligheid. Mijn aanwezigheid aan de tafel. Ja, mijn gezelligheid. Tada! En mijn intelligentie niet vergeten. Je wat? Mijn intelligentie. Maar, is dit voor komen eten? Ja, het zal heel mooi staan op tv. Alles kan, alles mag, het is maar één keer komen eten. In Genk krijgt Stefano het maar niet stijf gekopt. Dat mengsel van room, suiker en eierdooier. Dat is ook een heel moeilijk recept. Heel moeilijk recept. Ja, ja. Dat is nog maar 6 mensen in heel de wereld ooit gelukt. Heb ik gelezen. Ai. Ik moet nog doorkloppen. Eigenlijk moet je nooit opjagen. Ik moet altijd rustig blijven in de keuken. Ik wil zo'n stress krijgen, kan je zo? Niet nodig. Luister gewoon naar wat je zelf hebt gezegd. Chill, relax. Ik
Je rookt een sigaretje, perfect. Ik wist wel dat dit ging gebeuren. Ik wist dat wel, hè. Ik ben een plantrekker. Meer een plantrekker dan een opklopper. Wel, we gaan het zo doen. Toch beter? Daarom ik doe alleen mijn baas, je ziet. Ik kan ook niet alles, dat is zo. Fouten maken, dat bestaat niet voor mij. Ieder mens kan een fouten maken, maar... Ik moet nog veel leren, ik ben nog jong. Snap je? Dat is zo. Iemand heel jong kan ook wel koken. Ik ga daar niets van zeggen, maar toen ik 18 was, moest ik nog wel veel proberen. Dat is al een tijdje geleden voor Miranda uit Zulte. Ze is inmiddels 61. Even voor mij. Maar ze maakt graag plezier met familie en vrienden. Ik ben gepensioneerd en het enige dat ik nu nog doe, is genieten van het leven. En wat is het hoogste genot? Genieten, dat is weggaan met de mobiloom en lekker eten en drinken. Daar mag een muziekje bij. Ambiance voor mij, dat is wel belangrijk. En als we zo een keer op een feest zitten, zou ik wel een keer durven op tafel springen. Iedereen komt altijd voor mij als ik een dwars ga. Het moet toch zijn dat ik een toffe madame ben, hè? Ja, of het is voor de mobiloom dat ze komen. Dat kan ook. En voor de champagne. Santé. Op een goede avond. Komen eten. Je ziet, in het midden van het bos kan ik een goede gastvrouw zijn. En bij komen eten gaat dat zeker lukken. Als het dessert van Stefano maar lukt. Hij hakt de hazelnoten met karamel fijn. Dan doe ik dat gewoon hier zo fijn in. Dan moet jij gewoon roeren. Als je één massa krijgt, voilà. Dat zou wel lukken, het dessert. Ja, eens proeven. Semifreddo is trouwens Italiaans voor half koud. Maar hoe zit het met de smaak? Perfect. Dacht het al. Dan mag je hem zo in de oven. Oven? In de oven. Met die fris. Ah, klein verschil. Als dat klaargemaakt is van een echte Italiaan, dan gaat dat wel in orde zijn. Joepie, joepie. Ja. Zijn ingang bij de 17-jarige chef-kok Stefano. We gaan beginnen met het voorgerecht, melanzane alla parmigiana. Oh, dat zal smaken. Wat? Melanzana parmigiana. Wat is dat? Ben ik geen Italiaan, drie? Ik denk dat dat een pasta is. Ik zal wel zien. Misschien wel een kleine pizza. Ik heb niet genoeg Italiaans voor dat te weten. Ik kan niet vullen aan Italiaan, drie. Volgens Google is het iets met aubergine. Het is gevulde aubergine, ei. Dat is een eivulling wat we erin gaan doen. En hoe beginnen we daar dan aan? Genoeg olijfolie erin doen. De Italianen gebruiken altijd olijfolie. Standaard. Olijfolie, nooit boter. Olijfolie, doe mij maar echte boerenboter. Dat is veel beter, lijkt dachten. Ik kies olijfolie. En waarom, Werner? Ik vind dat beter, voor de lijn. Ik denk niet dat je van olijfolie gaat afvallen. Ah, tomaten. Zout, altijd. Maar je moet er zelf voelen hoeveel je erin doet. Ik proef het ook zelf niet, hè. In deze, ik voel dat. We zullen het nog zien. Dus dat is wel genoeg, kijk. Voilà. Wow. Ik ben pas in Italië geweest. Ik ben overal gaan eten, gaan proeven. Ook speciaal voor komen eten zelfs, voor te kijken wat ik zou kunnen maken. En ik heb toch mijn juiste gerecht gekozen, denk ik, voor komen eten ook zelf. Verse basilicum. Er mag wel heel veel in doen zelfs. Heel lekker, hè. En nu maar hopen dat de gasten graag Italiaans eten. Als ze het niet lusten, dan hebben ze pech bij mij. Dat is een heel lekker gerecht. Ik snap niet waarom... Ze moeten dat lusten. Kan niet anders. Ik vind Italiaans nu niet zo culinair. Voor mij persoonlijk is de Italiaanse keuken de beste. Ik vind Italiaans eten, ja, dat hoort wel bij mijn favorieten. Wij gaan niet zoveel Italiaans gaan eten, maar weten wel graag pastas. Italiaans is altijd lekker. Ai, daar is de baas. Doe alsof je hard aan het werk bent. Dag, Stefan. Buongiorno. Ik heb je operatief meegebracht. Oh, fijn. He, voor u. Dankjewel. Alsjeblieft. Dank u. Voilà. Weet hoe je dat moet doen, hè? Ja, ja, zeker. Een portientje erbij. Ja. Mag ik eens proeven? Ja. Geen mag zeggen. Een lepeltje. Dan gaan we eens testen, hè. Ik heb dat je gemaakt. Weet je zeggen. Perfect. Goed. Allee, dank je wel. Stefano, ik wens je veel succes. High five. Ja. Denk aan mijn tips die ik je gegeven heb. Ja. Ga ervoor. Ja, goed. Zonder stress. Lukt het. Dat lukt. Oké. Ciao. Ciao, ciao. Dit is de saus van een winnaar. Ik wil winnen, zeker. Dat is zo. Moet ik per se winnen? Ja, toch? Niet echt. Ik ben van Olympische gedachten. Meedoen is belangrijker als winnen. Nee, dat is een streven waar ik gewoon niet haal. Moet iemand de eerste zijn, dan moet iemand de laatste zijn. Dat is niks voor mij, laatste. Nooit gehad laatste, altijd eerste. Oké, maar dan moet je wel een beetje voortdoen. Nu, volgende stap is de eieren.
Ik ga er een vulling in maken. 5 eieren. Paneermeel, altijd. Parmigiano. Niet te weinig. Beetje. Peterselie. Ja. Zeg, Stefano, vraag je. Wat voor mensen verwacht je eigenlijk? Ik wil geen makkelijke persoon, ik wil moeilijke personen hebben. Ik wil mensen hebben die het echt serieus zijn. En mag daar een mooie jonge dame tussen zitten? Voilà. Die gaat direct joigneren. Dat is rek. Als ik een schoon meisje zie, zal ik die direct op zijn gemak laten voelen. Ik ga wel direct zo aandringen rechts zijn. Zo van, ja, kom hier, ja. Een kusje. Een knuffelke. Ja. Een lekkere fles wijn. Je moet tjallen, we gaan aan het eten. Ah. Direct aanval. Ik probeer het direct aan te vallen. Ja, zo goed. Als ze zeggen van, ja, nee, toch niet, dan doe ik niet, snap je? Ik ga gewoon mezelf zijn. En dat is wat telt, denk ik. Ja, ja, maar toch niet te veel jezelf zijn. Ik pak ze direct in mijn charme, zou ik zo maar zeggen. Ik ga de mensen ontvangen met een vriendelijk gebaar. Ja, hey Marjan, en dan, zie ik wel waar dat het naartoe gaat. Dat gaat beter gewoon op mijn ko. De mensen ontvangen met je babbel, met je zie, met je la. Dat gaat beter gewoon. Volgende stap is die vulling. Dus ik doe er gewoon een klein beetje in, zo. Voilà. En ik pep die toe. Als jij ook eens aubergine wil vullen en vol zijn van jezelf, dan kan je de recepten van Stefano nalezen op onze website 4.be. Dat is eigenlijk de voorraad al gedaan. Dus als de mensen komen zelfs, moet je gewoon terug in de oven steken met een beetje saus erover. Parmigiano, 10 minuutjes in de oven, maximum. En dan is hij al fijn gereed. Begint te kriebelen. Ja, leuk. Hup, we zijn weg. Moet naar Italië. Wat een goesting, hoe je dat ziet. Voilà, allez, we zijn weg. Ja, maar ho, wacht. Er moet nog een hoofdgerecht voorbereid worden. Voilà. Nu beginnen we met het hoofdgerecht. Dat is het allerbelangrijkste van de dag eigenlijk. Dus wat ik ga maken is tagliatelle, funghi, di porcini. Ja. Tagliatelle, funghi en... Tagliatelle, funghi, porcini. Oh. Tagliatelle, ja, dat is dan lintpasta. Weer al pasta. Ah, waarom eigenlijk geen pizza? Pizza is maar pizza. Dat kun je bij de Turk krijgen, dat kun je overal krijgen. Maar dat wat ik maak, kun je niet overal krijgen. Is dat echt? Alleen bij Stefano Storiale. Amai. Zoals ik pastas kan maken, kan niemand dat. Dan gaan we beginnen met de vulcano te maken. Wat is een vulcano? Vulcano? Dat is een restaurant, denk ik. Want hier op de hoek is er een restaurant die vulcano noemt. Vulcano, dat is precies iets. Heel veel rook. Of is het iets met bloem? Dus dat is eigenlijk de vulcano. Zit hetzelfde. Het is heel simpel, maar ook wel moeilijk. Want je moet ook goed kneden. En hard. Je moet er kracht voor hebben. Mijn absolute lievelingseten is toch wel gewoon een simpele bord pasta. Iedereen akkoord? Frietjes met biefstuk. Dat is ook lekker. Kreeft en kokkies. Ja, Soms met champignons erbij, met roomsaus. Oh, ja. En wat ik ook heel erg lekker vind, is een Caesar salad. Ja, maar het zal toch pasta worden. À la Stefano. Met boend worden. Wat is er, jongen? Ik heb pijn in mijn rug. Ja, maar we zijn er bijna. Er kan niks meer misgaan. Alhoewel. Ai. Mijn sluit. Ga je niet lukken vandaag, denk ik. Zit er niet vandaag? Nee, dat gaat niet. Ja. Snel een hulplijn bellen. Hallo. Je moet mijn pasta komen brengen. Is mislukt. Nee. Ja, breng die. Kom. Breng me spaghetti van de zaak. Ja, nu. Allee, nu. Voel ik daar een beetje stress? Stress? Ik heb geen stress. Wat ik wel kan hebben, is een beetje opjagend. Ja, zeg, ik kan me ook wel soms opjagen. En dingen wat ik niet moet. Ja, maar nu zijn we helemaal zin. Ik heb nog andere passen die lekker het zijn. Het is ook heel lekker samen. Dus, ik ga gewoon proberen mijn best te doen. Ook voor de kijkers zelf. Maar het lukt. Dat kan ook. Alles kan gebeuren, snap je? Dat is ook als je stress hebt. En vandaag was het bij mij. Vandaag is geen goede dag voor mij. Oeh, toch stress. Nog alle tijd om de tafel te dekken. Mooi. Rustig alles netjes zetten. En dan denk je zo. Dan... Zijn er gasten hier? Ja, ik ben bang van wel. Ja, lap zeg, het is Marjan. Die heeft zeker grote honger. Hallo. Hallo. Het is voor komen eten. Ja, is aangenaam. Hallo. Pas op van Soyali. Marjan? Ja, 3, oké. Okay. Alsjeblieft. Van een snotneus. Als ze allemaal zo jong zijn, ben ik een ouders. Ik ben wel ietsjes te laat, maar ik ben druk bezig nog. Maar prima, ik ga je op uw gerust halen. Wilt u wel iets drinken of zo? Ja, iets. Ja? Zal ik u direct eens lekkers brengen? Is goed, prima. Kom ik zo dadelijk weer verder bij.
Helemaal goed. Hij was erg zenuwachtig. Hij vergeet de jas aan de kapstok te hangen. Maar goed, ach, gewoon leuk, ja. Arme Stefano. En ben je zenuwachtig? Ja, een beetje. Een beetje. Ik hoop dat alles goed lukt. Dat iedereen alles ook lekker heeft. Hij wist eigenlijk geen goede houding te geven. Maar dat is ook, dat denk ik, dat zijn leeftijd daar ook een barrière bij is. En om onze gastheer nog wat meer op te jagen, komt ook Werner erbij. Helemaal uit Nieuwpoort. En hij heeft er zin in. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Ik ben Stefan Strale. Dat was rap, zo. Ik ben Werner. En je zit Werner ook ja, hier. Ja. Dat was ik totaal niet van verstaan. Ja. Nee, maar geen woorden ik van verstaan. Ja, dat was van de zenuwen. Vandaag, ik ben Werner. Hallo, ik ben Marian. En ja. Oh, drie. Oh, drie, okay. Hè. Wat voor anderen zijn er drie? Goed drie, zo. Ja. Prima. Ja, voilà. Fijn. Ja. Maar is het te drinken? Of ik heb lekker prosecco of een Codino? Oh ja, je moet een proseccootje, ja. Ja. Stefano was enorm zenuwachtig. Als we binnenkwamen was een enorm zenuwachtig. Enorm, ja. Alsjeblieft. Dank u wel. Graag gedaan. Ik moet zelf ook eentje drinken. Ah ja, het zou wel zijn, hè. Ja, dat helpt misschien wat tegen de zenuwen. Ja, op ons, hè. Op ons, ja. Op ons fijn weekje. Ja, zeker. Marian, Werner en... En hoe was uw naam? Maar je hebt zo rap gezegd. Hè? Mijn naam is Stefano. 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 Nee, hè? Niet Stefano, dat zijn ze bij ons. Het is Stefano. Stefano. De Belgische mensen zeggen Stefano, maar dat is volgens. Stefano. Ze gewoon zeggen tegen mij Stefano, zo'n orde. Het is niet Stefano, maar het is Stefano. De nadruk op de E. En daar is Miranda. Nee, Miranda. Enfin, onze dame uit Zulte, zal ik maar zeggen. Hallo, aangenaam. Hallo, ik ben Miranda. En ik ben Stefano Strale. Komt hier maar binnen. Alles goed? Ja. Kom maar verder. Het is een snelle jongen. Je mag er gerust zijn. Hallo, ik ben Marian. Lijkt op elkaar, hè? Ja. Ja. Hallo, hallo. Werner. Dat zien de toffe kandidaten uit ook. Aangenaam. Aangenaam. En dan nog die snel Italiaan erbij. Dat zal hier een toffe week worden. Op onze avond dan, hè? Ja. Nu gaan we er alle vier klinken. Nee, van ik erachter. Ja. Nee, op onze fijne week dan. Ja. Precies. Dat zou wel zijn, hè? Ja. En de jongsten begint dus, hè? Tussen zo'n drie zo'n nodde dozen, ja, valt zo'n jong gastje wel op, hè? Ik denk dat ik de oudste ben. Dat denk ik niet. Dat denk ik. Ik ben 60. Ik 61. Ah, dat scheelt die wilde hier wel. Ja. Ja. 56. Ja, ik dacht ik ergens 55. Ja. Ik ben nog 17 jaar. Amai, en dan kun ik ook. Amai. 17 jaar, amai. 17 jaar. Olala. Ik vind het wel een grote chapeau dat hij durft meedoen aan zo'n programma op zo'n jonge leeftijd. Dan moet je met drie van die ouwen op de bank. Oh, maar daar is nog een jong dingetje. Wie zou dat zijn? Hé, hey, er is nog iemand. Mijn zuster, denk ik. Hallo. Doe je zus weer nog? Ja. Dag, mijn zuster. Hallo. Ik heb iets meegepakt. Hallo. 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 Ik ben de rellende engel. Dus ik kon zelf een pasta maken. Maar er is iets fout gelopen met de pasta. Dus ja, dat kan echt gebeuren. Ja, ik heb ook heel veel op geoefend, ja. Maar het is toch niet gelukt. Spijtig. Toen werd de reden van zijn nervositeit duidelijker. Dat kan iedereen voeren vallen, he, dat een keer mislukt. We kunnen wij dat ook voeren hebben. Salut, ciao, merci. Ja, dag. Dag. Goed, schat. Ja. Allee. Bye-bye. Bye-bye. Bedankt, hè. Groetjes, naar u. Voilà. Mag ik nu beginnen aan mijn aperitief? Ja, heel goed. 5 minuutjes in de schreef. Ja, is goed. Ja, dat is goed. Zin in. Ja. Fijn, dan kunnen wij even roddelen. Knappe jongen. Ja, nee, ja. Maar ja, natuurlijk niets voor ons, want wij zijn zoveel ouder. Dat is niks voor ons meer, maar in mijn jonge jaren... Zou je hem... Ja, het is in orde komen, hè? Ja. Ja, maar ik zie het wel. Zo'n jonge gast, ik vind dat wel knap. Nou, knap, dat zou wel een knap Italiaan weer zeker. Het is veel te jong, hè, dat manneke. Voilà, dat is een klein aperitiefje. Dus gewoon even in je mond te zetten, zou ik zo maar zeggen. Ah, zo is een boze thee. Klein antipasseke. Dank u. Nou, deze is een super combinatie. Ja. Dat is een heel lekker antipasseke. Lekker Italiaans, hè. Dank u wel. Dat is een klein aperitiefje zo. Oké, zet dat dan maar eens in je mond en zet je dan meteen schrap om je mening te geven. Wat vind je van het prosciutto? Het is heel lekker. Ja. Echt waar. Wij Italianen doen altijd zo. Ja. Als ze een aperitief hebben, trek aan die passen. Ik moet niet meer zijn, vind ik toch. Ja, ik vind het echt heel lekker. En nou, het hapje dacht ik van, nou, als alles zo is, dan heb ik een heerlijk Italiaans dinertje, ja. Alles op.
Alles op is perfect. Dat hapje dat was Italië op je bord, hè? Dat bordje, ja, het hapje was gewoon. Allee, ja. Ik vond het gewoon. En zeker als je dat krijgt van zo'n charmant Italiaan. Dat was een hapje, nee. Meer moet dat eigenlijk niet zijn. Ik wil je graag uitnodigen aan tafel. Kijk. Voilà. Ja. Zit maar. Galant, dank je. Voilà. Hola, charmeur. Marianne. Miranda. Miranda. Voilà. Was het trekken in mijn koor. Dank u wel. Ja. Stefano Witte, voor de stoelen, voor de dames. Schoon onder de poepje geschoven en ja, de rest was de gentleman eigenlijk. Ja, ze, het was een charmeur, hè. Men door mij imponeren? Nee, daar is je gewoon veel te jong voor. Mooi. Merci. Voilà. Wij zijn door de dames een punt meer voor hen krijgen. Van Miranda 5 punten meer, denk ik. En dan nu, het eten. Wat ze hier in eten, dat hebben ze nog nooit gegeten. Daar ben ik 100% zeker van. Dat is ook een heel apart saus. Ja, ja, zeg, tomatensaus, nog nooit gezien. En parmezaan, of hoe zeggen jullie dat? Parmigiano. Dat is mijn liefde, zo. Dat is echt top, joh. Dan gaan we onze melanzane in de oven zetten. Maximum 10 minuten zou je al goed gereed zijn. Voilà. Het ruikt al heerlijk tot in de eetkamer. Ja, misschien gaan zijn kookkunsten wel beter zijn van dat manneke of zijn leeftijd. We moeten nog afwachten. Ja, we weten nog niet. Ja. Ik heb er alle vertrouwen in dat goed komt. Jawel, die is daarmee de paplepel ingegeven. Die heeft als kleine jongen al bij mama aan ja. Het is niet omdat de jong manneke is dat niet kan koken. Voilà, dat is gelijk lasagne. Dus we dat dresseren. Uno, due, quattro. Oh. Enfin, kan gebeuren als je nog maar 17 bent. Finito. Melanzane à la parmigiana. Mijn voorgerecht is af. Ja. Voilà, dat is een melanzane à la parmigiana. Alsjeblieft. Dank u wel. Ziet er nu toch lekker uit. Bah, de presentatie was nu niet voor te zeggen wauw. Nee, prima. Basic goed. Ik wil zeggen, laat jullie smaken. Dank u wel. Dank u wel. Smakelijk. Laat maar zeggen wat we ervan vinden. Ja, dat is goed. Oké. Aubergine, ei, parmezaan en tomaten. Het lijkt eenvoudig, maar soms schuilt de perfectie in de eenvoud. Ik heb een licht vermoeden dat Stefano het zelf wel goed vindt. Het is heel lekker. Ja. Echt heel lekker. Ja. En ook echt Italiaans. Ja, lekker. Ja, natuurlijk. Inderdaad. Ja. Hij heeft op een mooie manier een aubergine een Italiaanse touch gegeven. Ja. Als dat in Italië daar zo smaakt, dan ben ik weg met mijn mobiel om naar Italië. Hè. Echt heel lekker. Wat kan eerst een beetje eten? Zo. Zonder, ik heb dan een beetje van die koos gepakt. Amai, maar dat is heel wat anders met die koos erop direct. Hè. Ja. Dat is direct een heel ander smaken. Die parmezaan hemelde dat gerechtje nog wat meer heb. Ja, het was lekker. Ik zou dat niet kunnen in 17 jaar was en dat zou dat moeten meedoen zo'n programma nu ik sloeg. Allee, ik kwam nog veel. Ik kwam nog niet goed toen ik 17 jaar. Ja, maar het is echt lekker. De smaken zijn heel lekker. Ja. Ik ben al bezig met 14 jaar als het koken. Voorgerecht vond ik voor mij een topper. Chapeau voor iemand van 17 jaar. En hoe komt die aan zoveel kennis? En hoe kwam het dat jij zo lekker kunt koken? Van school of van... Ik heb 2 jaar hotels gedaan. Toen ik 15 jaar was, ben ik wel gestopt. Want ik had moeilijk met leerproblemen daar. Met de praktijk was ik heel goed, hè. Mm-hmm. Toen ben ik overgestapt naar het deeltijds onderwijs. Ja. Dat is 3 dagen werken en 2 dagen school. Mm-hmm. Dat volg ik nu. Dus ik werk nu al 2 jaar in een pizzeria. Een soort kok dus. Eigenlijk ben ik een pizzaiolo. Ik weet niet of je het kent, ik heb er al van gehoord. YOLO. Je flauw idee. Pizzaiolo, maar als dat een werd of iets, hè? Pizzaiolo. Pizza? Maar wat YOLO is, dat weet ik niet. Pizzaiolo. Pizzaiolo? Dat is een pizzabakker, dat zeggen ze in Italiaans. Ah, een pizzabakker versta ik wel, maar een pizzaiolo, oké. Dat zeggen ze in Italiaans eigenlijk. Ja, ik werk al 2 jaar in de pizzeria, dus ik maak ook pasta's voor de mensen. Ben ik eigenlijk ook kok daar dan. Ja. Vanaf 15 ben ik toen begonnen. Hij zegt wel dat hij kok is, maar ja, ik vind het dan een beginnend kok. Voilà. Je hebt gezien, hè? Dat ook is dat die direct verkocht zijn. Ik heb het toch gezegd. Die vindt toch alles heel lekker. Ik heb er één commentaar gekregen. Ja, niet dat ik hem al kok mag noemen, nee. Maar ja, dat is wat te vroeg. We zijn in Italië. Of was het nu toch Genk? En Stefano begint nederig aan zijn hoofdgerecht. Dan doen we onze lekkere verse porcini erin. Dat zijn porcini's. Ben ik vorig jaar, al even geleden wel,
Ben ik met mijn baas geweest, ik met mijn baas, met mijn collega's. Zullen we gaan plukken? Dat is echt uit de bos, hè. En wat zijn porcini juist? Eigenlijk een champignon wat in de bos groeit. Wat je niet veel kunt krijgen. Wat we nu gaan bijdoen is kerstmaatjes. En die kan je wel veel krijgen. Zo. Genoeg kerstmaatjes is altijd heel belangrijk bij een pasta. Droog de pas ook niet uit, dat is ook heel gemakkelijk. Dan gaan ze zelf ook nog nooit gegeten hebben, mijn gasten. Kerstomaatjes. Onmogelijk. Als ze dat hebben gegeten, chapeau. Het is smaak, hè. Look mag je natuurlijk ook niet ontbreken. Maar ik ben een looketer en dat moet ook in het eten. Voilà. Genoeg look. Die mensen dat proeven. Die moeten stinken uit zijn bakjes. Van de look. En dan de hulp tagliatelle van de zus. Ja. Wat ik nog erbij doe, is... We hebben wel een potje nu. Is... Truffelolie. Oké, dat lijkt me een super combinatie. Voilà. Mag komen, hè, dat ja, eten? Ja, ja. Voor mij toch? Bij welke tijd is het? Ja, het een beetje lang. Het duurde te lang voordat het hoofdgerecht kwam. Dat duurde echt veel te lang. Komen eten! Komen eten! Komen de gasten geven eten. Een subtiel signaal. Wij hebben honger! Wij hebben honger! Wij hebben honger! Ja, 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 komt eraan. Stefano! Komen eten! Dat heb ik ook niet graag, als mensen me opjagen. Daar ben ik geen fan van. Als mensen me opjagen. Voilà, die zijn klaar. Gelukkig heeft Stefano nooit stress. Zo, tagliatelle met eekhoorntjesbrood. Mijn hoofdgerecht is gereed. Hallo. Mm, hallo, hallo. Alsjeblieft. Dank je wel. Mooi, hè? Alsjeblieft. Dank je wel. Gewoon, goed, leuk. Hedendaags. Maar je kunt dat niet meer presenteren, hè? Zou zeggen, laten jullie smaken. Dank je wel. Voilà. Dank je wel. En op kom eten op onze gezellige avond. Ziet er lekker uit. Ja. Je hebt er even op moeten wachten, maar uiteindelijk staat hier wel een unieke pasta à la Stefano op tafel. Nog nooit heb je zoiets verfijns gegeten. Hoop ik toch. Wat eten wij feitelijk juist? Je eet porcini. Dat zijn champignons wat je in de bos vindt. Eekhoorntjes brood. Ja. Ah, champignons. Het is wel een speciale smaak, ja. Dat was een heel speciaal smaak. Ja. Ja. Eigenlijk had ik toch wel wat meer verwacht van dat hoofdgerecht. Een beetje pasta met champignons, kun ik dat ook maken. Ik vind het ook heerlijk, maar ik vind de tagliatelle ook... de verhouding tussen eekhoorntjesbrood en tagliatelle... Ja, vind ik te veel tagliatelle. Ja. 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 Voor mij had er iets meer champignons eekhoorntjesbrood in mijn zitten. Ja. Ik had eigenlijk alleen maar tagliatelle. Maar ze vonden champignons. Ik denk dat ik al de champignons heb. Ah, zo zit dat. Ik heb enorm veel al gehad. Ja? Ja. Dat kan zijn. Dat is goed, hè? Ja, zeker. Ik ben blij, hè? Ja, zeker. Ik had de meeste champignons, hè. Gelukzak, zeg. Ik was de winnaar, hè. Het zat vol van... Yay! Met geen vlees, met geen vis. Wat dat erin is, miste niets. Dan ik dat gerechtje ook wel lekkerder bij, ik kwam nooit aan mink. We zullen er al niet heen, dus ja. Als je dat champignonkoning bent, ja. Kan niet anders. Heel goed, goed, dat doe ik een keer maar. Ik moet weer zijn voor zo'n jonge gast. Breng het maar op tafel, die smaken dat boef. Ik vond het wel een tegenvaller. Echt een zware tegenvaller. Ik vond het echt niet overdreven lekker. Voor mij was dat gewoontjes. Nu gaan we ons dessert beginnen. Dat is ook een heel belangrijk stuk. Het dessert. Ik zag dat niet zo graag. Ik ben er geen fan van dessert. Deze semi-freddo heeft bloed, zweet en tranen gekost. En dat smaakt altijd. Als toetje, fijn, lekker, rode besjes. Of blauwe, dat kan ook. Voilà. Tutto è finito. Half koude, oftewel een semi-freddo. Een heerlijk dessert, semi-freddo. Voilà. Dank u. Ja, dank u wel. Dank je wel. De presentatie vond ik wel mooi van nagerecht. Voor iemand van 17, ja, prima. Laat het jullie smaken, ons laatste gerecht. Dank u wel. En hopelijk is de hoeveelheid hazelnootjes bij iedereen gelijk. Wat is dat nu eigenlijk, Stefano? Dat is eigenlijk gewoon opgeklopte room. Ja. Met eieren. Ja. Met hazelnoot. Oh, dat is ook een heel apart gerecht, ja. Ja, dus... Ja. Dat is ook heel snel klaar. Ja. De smaak van zijn dessert was ook niet slecht, hè. Dat smaakt nog koude noa. Na het eten iets maïs vind ik dat wel voor een zakkertje. Want het is wel heel lekker, hè? Met die druiven en dat fruit erbij. Met die nootjes, met die karamel. Ja. Past dus wel anders, hè. Ja, heel goed.
past er bij zo'n beginnende kok. Niet voor te zeggen, wauw, mag een slag. Het beste van de avond voor mij was de dessert. Prima, prima. Voor een 17-jarige eigenlijk. Ja. Dessert is, ja. Als ik het totale menu bekijk, zou ik enkel het voorgerecht op restaurant bestellen. Ik vind hem wel een betere gastheer of dat hij kok is. Voor een echte kok in Spee was dat iets meer nog geweest in de dessert, ja. Maar misschien is het wel een winnaar in Spee. Graag jullie punten. Het eten was heel gewoontjes. En voor een Italiaanse kok had ik eindelijk wel wat meer verwacht. En daarom geef ik hem een 7. Op je eten niets aan te merken. En ik denk dat je een vreemde goede Italiaanse kok gaat worden. En daarom geef ik u een 8. Er zit potentieel in. En ik heb niet slecht gegeten, maar er valt nog veel te leren. Dus daarom geef ik voor het eten een 7. Mamma mia, zo'n afwas. Maar gelukkig is daar de Mamma Mia. Nee, ik heb het je van Parada gemaakt. Oh, zeer schattig. Oh. Nee. Wel moe. Zit je moe, joh? Ja, toch wel. Oh, zit er vanaf. Ik ben er vanaf. Je hebt goed je best gedaan. Ja, zeker. Ik ben echt fier op je. Dank je, mama. Love you. Love you too. Oké, we laten jullie even. De punten voor sfeer en gezelligheid graag. Stefano is nog heel jong en voor met 3 oude dozen aan tafel te zitten is hij een goede gastheer. En voor sfeer en gezelligheid geef ik hem daarom een 8. Het was een toffe avond, maar toch was het tegenlaten vallen door nervositeit. En daarom geef ik een 7. Ik weet dat Stefano nog heel jong is. Maar eigenlijk hebben we toch met z'n drieën het meest voor de sfeer en de gezelligheid moeten zorgen. Dus ik geef hem toch maar een 6. 43 welverdiende punten voor Stefano. En morgen maakt Miranda de ambiance. Het is hier weer een komeet, zeker? Ja. Vind je er feitelijk mijn hand aan, zo? Wat? Voor komen eten mag dat wel, hè? Parel hoeft letters, denk ik, iets met vis te maken. Een echte grote parelvis. Ik dacht echt dat het tot iets met vis was. Ja, jongen. Ja, dat manneke, ja. Dat is fout gemaakt, meisje. Vergezeld. Dat vraag ik me blik af wat dat was. Vergezeld. Vergezeld. Jongen, toch gaan we naar huis.